Ik werd uitgenodigd om hier te verblijven. Ik kon ook naar andere plaatsen gaan. Werden mij nog meer plaatsen aangeboden. Maar ik wou toch liever niet te ver weg. Je weet het maar nooit, dus ik dacht Amsterdam ken ik al een beetje. Ik heb hier ook wel wat vrienden. En ik had hier ook al wat zaken te regelen en dat kwam allemaal heel goed uit. En het was ook boekenweek en boekenbal en boekennacht. Ja, ik ben naar hier gekomen. Ik had een heel duidelijk doel ook. Ik moest eerst het eerste deel van mijn nieuwe roman afwerken. En dat is me gelukt. En nu heb ik een toneelstuk te schrijven dat heel binnenkort moet ingeleverd worden. Wat wel heerlijk is, is om 's morgens te kunnen opstaan en meteen werken. Wat thuis moeilijk lukt, omdat de kinderen moeten naar school. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde. De schaduwzijde was dan toch weer dat ik rond een uur of vijf dan toch die kinderen begon te missen. Dus dat viel dan weer tegen. Postmortem is een geconstrueerde roman. Maar met één hoofdpersonage, Emiel Steegman. En hij is een schrijver die een idee krijgt voor een nieuw boek. Oorspronkelijk zou ik gewoon een boek schrijven over een beroemde schrijver die een beetje een thriller eigenlijk. Over een man die heel erg begaan is met hoe hij, mocht hij sterven, hoe hij zal verder leven na zijn dood. Dat boek zit ook nu in Postmortem, maar niet uitdrukkelijk. Er wordt rondgeschreven, omheen geschreven. In het eerste deel zie je hoe mijn hoofdpersonage is een onbekende schrijver geworden, geen beroemde. En Steegman, je ziet hoe hij dat idee krijgt voor zo'n roman. Op het einde van het eerste deel wordt hij nogal hardhandig terug met de werkelijkheid geconfronteerd wanneer zijn dochtertje van bijna 4 een herseninfarct krijgt. Dat is mijn werkelijkheid geweest, ja. Kijk, die oorspronkelijke roman, ja, die was dan even weg bij mij. Dus die had ik niet, ja, daar dacht ik helemaal niet meer aan. Er waren veel belangrijker zaken aan de orde. En ik besliste al heel snel om in het ziekenhuis notities te maken van wat er gebeurde. In die eerste dagen dacht ik van, ik schrijf dit op en wie weet, op een dag krijg ze dit ooit nog te lezen. En dat was ook een kwestie van overleven. Hou vast. Ik was aan het schrijven en René was vlak bij mij en ze was veilig. En het waren op een rare manier waren dat mooie momenten om op die manier bij haar te zijn. We lossen elkaar af. Ik drink CCML. De andere drankjes in de automaat zijn met de zomers en feestelijk. Ik heb in geen jaren CCML gedronken. Ook al hebben we het de laatste jaren regelmatig in huis. Ik voel de ijskoude, stroperige chocolademelk diep in mijn buik glijden. Het zou 30 jaar geleden kunnen zijn. Ik zuig gulzig aan het rietje, als een kind dat de tepel vindt. Ja, later had ik veel opgeschreven en toen... dan word je toch weer vakman. En dan word je toch weer... denk je toch weer aan een boek en... aan dat boek waar ik dus mee bezig was. En heel snel werd het mij duidelijk dat ik aan die verhaallijn een laag moest toevoegen. En dat was dus de laag Emiel Steegman. Een echt pure fictieman die dan helemaal ondergedompeld wordt in de werkelijkheid. In de onverbiddelijke werkelijkheid. In een film zat ik nu in een café. Maar in een boek weet ik het nog niet zo zeker. Zou de schrijver op het idee komen om mij CCML in handen te duwen, als hij niet zelf in een toestand vergelijkbaar met de mijne voor een drankenautomaat in een verlaten wachtkamer van een intensive care heeft gestaan? Met dit boek kon ik aan René, als ze later, kon ik haar tonen hoe belangrijk literatuur voor haar vader was en hoe belangrijk zij was voor haar vader.
En ik kon het zelf opschrijven, versta je? Niet iemand anders zou dit doen, ik zou dit doen. Ja, het mooie is natuurlijk dat je nu eigenlijk de fictie gebruikt om controle te krijgen, lijkt het, over die traumatische ervaring. Krijg je dan controle over je lot? Ik weet het niet, ik denk het niet. Je probeert het beter te begrijpen en te bevatten, maar controle, nee. Het was heel erg zoeken in het begin om erover te praten, zonder zelf emotioneerd te worden. Het gebeurt nog. Het kan mij op de meest rare plekken of momenten overvallen. Ja, je blijft ermee bezig. Ik bedoel, je kan het dus niet uitschakelen. En ik dacht dat het zou mogelijk zijn om dat even... Maar zij mist mij en ik mis haar. Het was wel interessant om die confrontatie zo mee te maken daarmee. Ja, had ik niet verwacht.